Yo mensen, welkom. Nieuwe video. Mijn naam is Sven, a.k.a. V6. Vandaag zijn we weer met een nieuwe video. En eigenlijk moest ik net al opnemen. En ik heb het niet gedaan, want het was een benauwde situatie. Ik ga het je allemaal uitleggen. Ik ga dit niet uploaden, zodat ik van die fucking Lisa af ben. Luister even. Ik wist dat Lisa in een kon vertrouwen. Gisteren heeft ze namelijk date geduwd. Fucking random rare vragen gesteld aan mij. Alsof ze een kanker gehandicapte ezel is. Letterlijk, nu ga ik het ook zeggen. Daar ben ik klaar mee. Je kan zeggen wat ik wil, je kan zeggen waarmee ik schaal. Laat me dan. Ja, Lisa, je weet donders goed wat ik bedoel. En die heeft me ook lekker geduwd. Alleen gisteren, alleen die is gewoon nog aardig. Die was net Pokémon voor me aan het vangen. Anyway, Levi duwt me ook de hele tijd, terwijl we gewoon normaal gingen spelen net. Gisteren was dit ook al. Toen deed Lisa alsof ze opeens leuk was spelen, maar ik kon er al niet vertrouwen. Dat zei ik al, ik ga jullie niet kunnen vertrouwen. Maar anyway, vandaag ging ik zo leuk met haar spelen. En zei Romana zo van Sven. En toen zei ik van, ja maar je wou toch ook nog even met praten. En toen zei hij, ja ik ga nu met Lisa. Maar dus ik wist al dat iets fout was. En daarna riepen ze mij en gingen ze vragen voor hoeveel procent ik Clarence haatte. En waarom en wanneer. En toen zeiden ze toch dat Clarence daar verstopt zat. Dus, toen liet ze dat zien. En toen gingen ze allemaal achter me rennen bij mijn fucking nek pakken. Doen alsof ze stoel waren, maar dat zijn ze niet. Dat kan je ook over mij zeggen, dat moet maar niet. Maar ik ben tenminste beter nu. Anyway, ik heb nu een beter fucking normaal gedag. Ik heb niks gedaan. What the fuck? Is dat nou Lisa? Anyway, ja. Ja, dat is. Is dat Lisa? Nee. Nee, toch. Oké, anyway. Ik ging dus zo van ze weg. Maar, ja. Nee, dat zijn ze toch niet. Lijkt er wel op. Toen ben ik dus weggegaan. Zijn dat ze? Ben ik dus weggegaan? Kanker, brand het op. Splinter, au. Ben ik dus weggegaan. En nu, maar ja, ik ben weggerend. Nu ben ik on my way back. Ik ben nog steeds fucking bang. Dat zie je alsnog. Fucking lopen. Ik ben echt fucking bang dat je hier lopen. Het lijkt wel. I don't know. Ik weet niet wie die anders moet voorstellen. Maar ik ben nu allemaal way back. Ik ga omlopen. Anyway, 2 minuten lange video. Maakt niet uit. Maar het is wel fucking raar en interessant. Ze achtervolgde mij dus gewoon. Ik ben nu echt allemaal way back. Kijk, ik ben hier. Jullie kennen het stuk denk ik niet. Maar anyway. Ik moest even omlopen. Ik ga nu als de video weer naar huis. En dan... hopen dat ze me wel eens laat. Die omweg was echt fucking noodzakelijk. Wat de fuck doet die man? Hij loopt daar heel boos. Alsof hij me achtervolgt. Anyway. Ik denk dat ze me nog steeds willen pakken. Anyway, ik loop hier dus. On my way back. Hopelijk kom ik ze niet meer tegen. Ik ga dit gelijk denk ik toch maar uploaden als ik thuis ben. Echt. Ik had niet verwacht dat je zo ver kon gaan. Maar anyway, ik ga niet Lisa meer terugpakken nu. Nee, dat niet meer. Jammer voor je, Lisa. Ik hoop niks meer tegen je moeder zeggen. Tegen niks. Vandaag ga ik naar Klee. Nee, ga ik niet. Ja, wacht. Wel. En ik heb mijn plan om dit goed te laten verlopen. Ik ga vandaag eerst naar Clarence. Ook al zien jullie dan deze video en dan denken jullie dat ik het nog niet heb gedaan. Maar ik ga eerst naar Clarence vandaag. Dan upload ik deze video thuis, daarna, zodat ze er ook niks van af weten. Anders kan Lisa zien, hey, Quickascap vanaf FaceX heeft een nieuwe video. Alleen heeft mijn kanaal dan nu, ik voel het grootste gelet Quickascap, maar dan kunnen ze zien dat ik een nieuwe video heb. En dan gaan ze dat bekijken en dan weten ze het. Dus eerst glanstig pakken, dan uploaden. En ik ben fucking done. Ik ga vanavond denk ik nog wel naar buiten, maar... ik was ook een keer als dood toen reven met een mes, zeg maar. Dat was gewoon een prank, blijkbaar. Fucking gemeen.
Ik weet niet of ze nog steeds opwachten, want Lise stond ook weer met een fucking masker, fucking raar. Als ze wachten. Want zei meneer ook zo van, u kunt wel bij mij even lopen. Anyway, dit is het einde van deze video. Ik ben nog steeds allemaal way back. Ik ben weer bij de rekening. Hopelijk verloopt alles goed. Ik ga denk ik achterom lopen. Ook al denk, ben ik bang, echt fucking bang dat ze in het park zitten. Als ik ze nog een keer zie, dan bel ik gewoon echt letterlijk de politie. Eer die tijd. Of inmiddels na die tijd. Dat jullie het hebben gezien. En het is nog gebeurd. Dan heb ik al de politie gebeld. Hè? Eén keer nog. En ik bel de politie. Dus, hè? En geloof me, je gaat het vandaag zien ook. Niet in deze video, maar in het echt. Dus later mensen. Ik zie jullie wel later. Ik vertel jullie later hoe het is afgelopen. Doei.